14 dagen toch een 700-800 kilometer getraind. Dus ik hoop dat ik het nog herken. Deze kranige heer van 67 heeft het over de vijfde trofeekarel van Wijnendalen. Een rit voor wielertoeristen van ruim 225 kilometer, grotendeels op het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Het worden 225 lastige kilometers, want in de driehoek Oudenaarde, Geraardsberg en Ninoven wachten 17 hellingen, waaronder de Koppenberg en de Muur. Aan de start in Sint Maartenslatem zo'n 700 fietsliefhebbers, veel Belgen en Nederlanders, maar ook deelnemers uit Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ik kom van Kent, near Dover, 10 miles from Dover. En mijn vrienden zijn van West Sussex, het is about 80 miles from Dover. En is this tour well known in England? The Tour of Flanders, the professional race, is very well known. I don't know how many cyclists are aware of the randonnée, but we all, most cyclists who are interested in racing will watch the result of the Tour of Flanders. You know, we've heard of hills like the Koppenberg and Geraardsberg, we haven't ridden very much on the cobbles, the pavé, so we want to see how long we can stay on our bikes. Er zijn 65 kilometer gereden en de eerste coureur die we tegenkomen is Etienne Droussout uit Asper. Een man van de streek die helemaal in zijn eentje de Vlaamse Ardennen wil bedwingen. Hoe sterk is de eenzame fietser kromgebogen over zijn stuur? Nou ja, ik ben er met hem aan een afzonderlijke. Dat ik graag schoon tempo fiet. Ja. In feite ben ik er nog maar 6 jaar aan bezig. Ik heb vroeger, de tijd dat de wagens opkwamen, moest ik geen fiets meer hebben. En nu al meteen ben ik verslaafd aan de fiets. Normaal ben ik carrosseriebewerker. Maar vroeger heb ik harde steenbakkerijen en ovens en suikerfabrieken gedaan, van in mijn jonge jaren. Daarmee zit die hardheid er met zijn hemmen. Straat, vlak voorbij de oude Quaremond, waar de organisatoren hulde brengen aan Karel van Wijnendalen, grote naam uit een verleden waarin nog geen dames op een racefiets werden gesignaleerd. Nu rijden ze zelfs mee in zijn trofee, al zijn het er maar een stuk of 10. De beste daarvan is een Hollandse en ze heeft zo haar kijk op de Ronde van Frankrijk voor dames. Als de vrouwen inderdaad een soort Ronde van Frankrijk moeten rijden, dan, dat ligt niet aan de dames helemaal, maar dan moeten ze ook de afstanden helemaal zo maken zoals de heren. En als ik zo mijzelf vergelijk met de heren, dan kom ik niet als, als slechtste mee in ieder geval. En dat denk ik dat alle dames in de Tour dat ook niet, niet zullen doen. Je bent niet de zwakste van je mannelijke collega's. Nee, zeker niet. Ik denk dat ik wel een van de betere bij de heren ben. Dus ik weet zeker dat er een heleboel vrouwen net zo goed kunnen rijden. Pas op! Goed, ja.
Steeds meer wielertoeristen willen constant op de hoogte blijven van hun geleverde arbeid. Daarvoor hebben ze op de vork of het stuur een apparaatje gemonteerd dat in het milieu computer wordt genoemd. Een druk op de knop en we lezen af hoeveel kilometer er al gereden zijn. 105, 900 meters. En hoeveel is uw gemiddelde snelheid? 24 juist. 24 kilometer juist per uur. Dat computertje, heb je dat al lang? Ja, van vorig jaar. Dit jaar heb ik er... duurt de snelheid van vandaag is 54 kilometer. Mm-hmm. En er stond er dit jaar 8314 op. Als je gaat rijden, gebruik je altijd dat ding? Altijd. Altijd op de computer. Zeker voor die grote proeven is dat ideaal. Je kunt door snelheid af, dan beschermt je eigenlijk voor op tank. Hè. Zeven hellingen zijn achter de rug en bij de tweede controlepost in Markekerken hebben de 700 dapperen honger gekregen. 10 uur op de fiets, dat betekent veel en vaak eten, het liefste koolhydraatrijke voeding zoals rijstaartjes die nog altijd razend populair zijn in wielerkringen. Maar de mythe van de stevige biefstuk en filet américain blijft bestaan. Niet waar, meneer? Dat moet je, hè. Dat is wel nodig, hè. Ja? Met je kloek eten. Dat is echt sterk, die filet américain. Daar zit veel in. Denk ik toch. Dat weet ik niet, denk ik toch. Je zou hem afwachten, hè. Deze avond. Maar je hebt al altijd veel filet américain gegeten. Ja. Maar altijd, ja. Dat moet altijd eten, hè. Je hebt nog cijfers, dat er is, hè. Ben je met een biefstuk begonnen vanmorgen? Ja. Ja, redelijk groot. De rug en het is verbazend hoe vrolijk het grootste deel van de bende nog rondperrelt. Pechvogels uitgezonderd natuurlijk. Voor de echte toeristen is deze rit maar één van de vele. Eerder op het jaar hebben ze Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik gereden en volgende week staat de Amstel Gold Race op het programma. Het is fietsen en nog eens fietsen. Ik heb vergeten te vertellen, vorig jaar zijn we naar Luik-Bastenaken-Luik toe geweest, maar we zijn toen op de fiets van Leeuwarden afgegaan. Hebben we Leeuwarden-Maastricht vice versa gevist. Van Maastricht zijn we doorgegaan naar Luik toe. Hebben we Luik-Bastenaken-Luik gevist. Van Luik terug naar Limburg. Hebben we de ronde van Limburg gevist, 245 kilometer. De volgende dag weer terug naar Leeuwarden toe. En dat was met elkaar in 7 dagen tijd 1500 kilometer. Mijn maat en ik. In Meerbeke verlaten we het parcours van de Ronde van Vlaanderen en we rijden over Deftingen, Brakel, Munkswalm, Gaveren en Eke terug naar Sint Martens Latem. Na iets meer dan 8 uur fietsen is Kees Hoevelaken uit Nederland als eerste opnieuw bij de startplaats. Samen met een collega hardfietser heeft hij de hele dag Van der Poel en Breuking gespeeld. We waren al bij de derde controle als eerste door en daarna hebben we gewoon doorgereden. We hebben weinig gestopt, lekker gefietst, mooie route, goede organisatie. Perfect. Lekker fietsen, wat betekent dat in jullie termen? 35, 36 de hele dag. Ja. En welk gemiddelde heb je nu gehaald? Even kijken. 28 gemiddeld. Hebben jullie in het verleden ook al van dat soort wedstrijden meegedaan? Ja, ik rij 30.000 kilometer per jaar in dit soort tochten. Dus ik heb iets meer gefietst. Ja. Ja. Dit jaar de Waalse Pijl al gereden. En vorig jaar hebben we deze ook gereden. Dus we zijn wel aardig bekend in dit. We zijn hier vandaag met een groep van 25 man, maar die moeten nog komen. Dat zal wel een uur duren, denk ik.